In een eerste seizoen zoomde Amerikaan Crime Story in op de zaak O.J. Simpson. De tweede reeks richt zich op modeontwerper Gianni Versace. Die in 1997 werd vermoord, met hoofdrollen voor Darren Criss, Edgar Ramirez en Penelope Cruz. Maar ook zanger Ricky Martin. Toen modeontwerper Gianni Versace op 15 juli 1997 op de stoep van zijn palazzo in Miami werd doodgeschoten door een jonge man die in een paar maanden een hele serie slachtoffers had gemaakt, werd naast zijn lichaam een dode duif gevonden. Geen symbolische dode duif, maar een echte, geraakt door kogelfragmenten. Een getuige rende naar zijn auto om snel een Polaroid-camera te halen en een foto te maken van het bloedende slachtoffer. Een beeld dat hij voor $30.000, €26.000, probeerde te verkopen naar de toegesnelde media. Het slachtoffer was nog niet weggehaald of iemand doopte een modeblad in de achtergebleven bloedplas, bij wijze van macaber souvenir. Allemaal ongelofelijke, maar authentieke elementen uit de eerste aflevering van The Assassination of Gianni Versace, het tweede seizoen van de serie Amerikaan Crime Story. Waarvan het eerste seizoen een reconstructie was van de zaak O.J. Simpson, de People v. O.J. Simpson, 2016. Beide seizoenen gaan over een door roem geobsedeerde cultuur. De moordenaar van Versace was Andrew Cunanan, die steeds verder verstrikt raakte in een web van leugens, van waaruit hij de wereld wilde laten geloven dat hij een ongelooflijk leven had. Minstens op gelijke voet met de flamboyante modeontwerper Versace. Bloedig spoor dat eindigde in Miami. Labiel als hij was, begon hij in 1997 mensen in zijn directe omgeving te vermoorden, een bloedig spoor dat eindigde in Miami. Waar hij na een maanden durende klopjacht werd teruggevonden in een woonboot, waar hij zelfmoord pleegde terwijl het politieteam binnenviel, ja spoiler, maar ook een feit. De makers beginnen bij de moord en volgen wat betreft Cunanan, ijzingwekkend en Emmy-winnend gespeeld door Darren Criss, het spoor terug langs eerdere moorden en verder terug naar de jeugd waar een verknipte vader heel wat heeft aangericht. In een andere lijn zien we hoe het Versace-concern zich probeert te redden na de dood van de naamgever, waarbij Penelope Cruz een fraaie Donatella Versace neerzet. Die voortdurend op de ziel van de door Ricky Martin gespeelde geliefde van haar broer stapt. De serie is gebaseerd op de journalistieke reconstructie van Mauer Reinhardt, Vulgava Force, Andrew Cunanan, Gianni Versace, en The Largest Failed Manhunt in U.S. History. Die failliet manhunt suggereert wordt, de serie doet dat ook, zou alles te maken hebben met het feit dat de slachtoffers homo waren. Een feit dat ze vaak voor de buitenwereld verborgen hielden. In deze cultuur van schaamte leek de politie de feiten niet het juiste gewicht te willen geven. Daarom was Cunanan nog op vrije voeten toen hij Versace vermoordde, de enige manier die hij nog over had om zelf de voorpagina's te halen en zijn naam voor altijd aan zijn idool te verbinden.